Nederland staat in veel hedendaagse ontwikkelingen aan kop. Zo ook op het gebied van sneltransport. De enorme stroom van pakketjes van en naar Nederland is nog nooit zo groot geweest. Een zending van een pakketje is dan ook niet altijd binnen 24 uur gepiept. Maar wat als je pakketje onverwachts binnen 24 uur op een plaats van bestemming moet zijn? CP Sneltransport vertelt jullie de mogelijkheden. Een specialist op het gebied van sneltransport zorgt ervoor dat die 24/7 telefonisch bereikbaar is. Zodat er snel naar het personeel geschakeld kan worden en uitgelegd kan worden wat de bedoeling is. Er wordt gezorgd dat er binnen 45 minuten een auto op het laadadres is, waarna de goederen zo snel mogelijk van A naar B vervoerd worden. Distributiewerkzaamheden zijn opdrachten voor chauffeurs. Deze chauffeurs die worden van tevoren goed ingelicht. Je weet gewoon van jongens, ik heb deze pakketten. Dat is naar een vast adres of naar meerdere adressen. Dat is eigenlijk ook waar het om gaat, zowel in het binnen- als het buitenland. Speciaal vervoer, dat houdt in dat de schilderijen vervoerd kunnen worden om bijvoorbeeld de voeding. Nou, door die juiste instructie, de juiste informatie, weet hij gewoon waar hij aan toe is, maar de klant ook. Dat is veilig en efficiënt voor de klant. Losse couriers opdrachten houden in dat je met spoed moet leveren. Denk bijvoorbeeld aan een schilderij wat naar een expositie moet. Moet ook natuurlijk goed aangeleverd worden en veilig. En voeding. Sneltransport levert binnen 24 uur. Er is ook natuurlijk sneltransport. Dat betekent dat je binnen 45 minuten bij de laadadres moet zijn. Voor speciaal vervoer bijvoorbeeld. Nou, internationaal, nationaal. Opslag is belangrijk voor de klant. Zodat hij weet van jongen, als ik zelf geen ruimte heb, kan ik het in ieder geval bij de transporteur afleveren. Er moeten natuurlijk duidelijk afspraken gemaakt worden. En dat is in het voortraject heel belangrijk. Bij internationaal vervoer is het zeker belangrijk dat je naar personeel gaat kijken. Personeel is moeilijk te krijgen, dat weet iedereen wel, maar het is mogelijk. Door samenwerking, onder andere met uitzendbureaus, hè, daar kan je ook goede personeelsleden halen. Maar ook met couriersbedrijven. Wat belangrijk is natuurlijk als je personeel hebt, dat je een goede lange relatie kan opbouwen. Nou, dat doe je door goed te communiceren, voorafgaande natuurlijk, dat ze weten wat ze moeten doen, waar ze naartoe moeten gaan. Maar ook dat je ze serieus neemt, als zij iets hebben, dat je daarnaar luistert. Ze weten welke pakketten het zijn, hoe lang ze moeten reizen. De klant weet ook wanneer het aankomt en dat geeft een tevreden gevoel. Een langdurige relatie natuurlijk met zowel personeel als met de klant.